Ja, maar niet meestal aan haar. Nee, nee, niet aan mij, maar... Dat komt hier nog. Goed, goedemiddag. Bij mij staan twee jonge dames. Hoe zijn jullie namen? Mervé. Rabia. Goedemiddag. Zeg, wij staan hier zoals elk jaar samen om Equal Pay Day te vieren. Alhoewel, het is geen feestdag, hè. Eigenlijk wil het gewoon zeggen dat er in 2012 in België nog altijd een loonkloof is tussen mannen en vrouwen van 22% in het nadeel van de vrouwen. Onze campagne, zoals de posters ook al wel gezien hebben, gaat er eigenlijk een beetje over. Er is één industrie waar je dat probleem niet hebt, en dat is de porno-industrie. Daar verdienen vrouwen meer dan mannen, maar het is zeker niet onze bedoeling dat we iedereen naar de porno-industrie sturen. Nu, we vragen jullie eigenlijk ten eerste die 22%. Tegenwoordig werken vrouwen meer dan mannen. Ja. Maar... Dus meer als mannen, maar toch worden ze 22% minder betaald. Dat is niet wel weinig. Dat is eigenlijk niet eerlijk. En ik weet niet elke vrouw moet zoiets doen voor mij, dus meer geld doen. Nee, zeker niet. Ja, want... Zeg, en jullie zelf, want ik veronderstel, jullie studeren? Ja. Zit je daarmee bezig geweest als je studierichting hebt gekozen, van hoe dat later in... Maar in onze studierichting zijn er meer vrouwen dan mannen. Ja, dus verpleegster. Verpleegster, verzorgende. Ja. En ja, daar heb je zo een probleem mee eigenlijk. Zo, dat mannen meer verdienen dan vrouwen. Ja, gewoon hetzelfde. Dat is daar gewoon hetzelfde. Ja. Geen echt groot probleem. Maar bij andere vrouwen die ander werk doen, dan is het wel echt niet eerst voor eerder. Als ze minder krijgen, als ze minder rood krijgen, dan ja. Want ze zijn allebei hetzelfde. En mannen en vrouwen zijn hetzelfde. Plus extra werk, meestal thuis ook doen. Ja, eigenlijk moeten wij meer krijgen en mannen moeten 22% minder dan ons krijgen. Oei, nee, dat is een origineel idee. We vroegen een origineel idee. Goed, zeg, en zijn jullie goed begeleid geweest als je studiekeuze maakte? Want ik hoor blijkbaar toch dat je al weet dat er in de verzorgingssector dat daar niet echt een loonkloof is tussen mannen en vrouwen. Nee, eigenlijk niet. Mm-hmm. Bij ons is het gewoon hetzelfde. Want de mannen krijgen hetzelfde. Daar heb je zo'n probleem niet, omdat er heel weinig mannen voor verzorgd worden. Ja. Ik weet niet, misschien als er veel mannen waren, had er zo'n probleem. Maar en waarom komen er zo weinig mannen in die richting? Daar weet je niet. Ik weet niet. Die denken zeker dat dat niet voor de... Dat dat niet voor de mannen is. Een beetje geduld hebben. En dat heb je bij mannen niet zo. Dus vrouwen hebben meer geduld dan mannen. Oké, okay. Mag ik dat zeggen? Ja. Dat is de waarheid. Oké. Okay. Goed, ik wil ze alle twee bedanken.